Vandaag in Mensenkennis laten mannen hun auto inparkeren door een vrouw. Ja, nou. Nou. Lacht je erom? Ja, ik lach erom, ja. Gaan we weer de straat op met een pikante vraag. Heeft u wel eens een orgasme gefaked? Ja, ik wel! En gaan deze jochies er gezamenlijk uitkomen? We moeten er snel uitkomen, want anders hebben we helemaal niks. Welkom bij Mensenkennis, waar wij niet alleen mensen op straat op onverwachte momenten en manieren op de proef stellen, maar dat doen wij ook bij onze gasten. De een draait al zo lang platen dat hij er inmiddels zelf grijs van is geworden. En de ander die is niet alleen een waanzinnige danser, hij is ook nog eens het creatieve brein achter Dance Dance Dance. Geef ze een groot applaus, hier zijn Gijs Staverband en Timo Steffens. Leuk je te zien. Hey, Gijs. Super. Oh man. Zo, welkom mannen. Ja, dankjewel. Dit voelt gelijk al, ik ben nog niet gaan zitten, of het voelt al als een wedstrijd. Oh, laten we dan ook maar een wedstrijd ervan maken. Heb je mensenkennis? Nee, helemaal niet. Oh, dan ben je lekker juist. Nou ja, ik denk, jullie vroegen me om aan dit programma mee te doen. Ik denk, nou, daar leer ik er wat van. Ben je vaak de fout in gegaan? Ja, daarom heb ik geen mensenkennis. Echt, vertel eens. Nou, ik schat af en toe mensen totaal verkeerd in. Vooral leeftijden en dergelijke. Oh ja, oh, dat gaan we ook spelen vanavond. Ja. Heb je een trucje voor, hè? Altijd jongen inschatten. Kom je altijd mee weg. Okay. Ja, uit beleefdheid. Uit beleefdheid. Maar ja, als je dit hier voor de punten moet gaan doen, is het natuurlijk anders. Oké, nou, ik ben benieuwd. Je bent benieuwd? Ja. Jij hebt dus al trucjes bedacht hoe je jezelf als het ware safe kan spelen. Ja, want het is al eerder misgegaan. Ik heb wel eens gehad dat ik op een crewparty was en dat er een vrouw... het was best wel een buikje en ik zei, oh, hoe lang ben je al zwanger? Oh, die is duidelijk. Ik heb die ook wel eens gemaakt. Oh. Geen weg meer terug. Het is wijze, ik kan geen kinderen krijgen. Weet je. Geen weg meer terug. Hey Timo, hoe is het met je? Goed. Dance 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 aan het doen op dit moment. Super druk. Wat project is dat, hè? Ja, je vrouw doet het ook heel goed, hè? Fanatiek. Ik vraag me af, heeft ze een van die pakjes mee mogen nemen naar huis? Ze heeft wel een paar hele pittige pakjes aan. Ja, en geloof me, ze is heel fanatiek. Nou ja, jij weet het. Hey, en ik heb altijd het idee, als ik jou zie, dat je een beetje leeft tussen Los Angeles, Amerika en Nederland. Is dat ook zo? Klopt ook, ja. Ik ga binnenkort weer terug naar LA. Dat is natuurlijk mijn home base. Maar ik vind het heel leuk om Nederland te zijn en gewoon tof programma's te maken, zoals Dance is Dance. Dus even heen en weer. Hey, en jij bent natuurlijk doorgebroken, is het niet echt. Maar iedereen die jou ziet, die dat weet, die denkt natuurlijk altijd, dit is de man die als een van de weinige mensen op de wereld samengewerkt heeft met Michael Jackson. Ja, dat is wel heel vet natuurlijk. Het is iets wat aan je blijft plakken voor altijd. Ik ben er trots op, ik vind het super cool. Ja. En inderdaad, hij is er niet meer. Dus ik denk dat er niet meer gaat zijn die dat nog kan nadoen. Nee. Ik vond het zo stoer bij de film This Is It. Jij staat daarachter, maar jij zit ook de hele tijd zo naar hem te kijken. Oh, Michael Jackson. Ik was ook een jongetje, serieus. En ik daar stond en Michael Jackson... Dat zou ik ook hebben, ik zou het precies zelf hebben. Nog nooit in het echt gezien. En dan mag je daar opeens op het podium staan en dan denk ik bij mezelf... Oh my god, dit is gewoon echt Michael Jackson die nu naast me staat. En dan mag je met iemand werken en leren kennen. Ja, dat is toch wel... Elke dag dat ik daar heb gewerkt, heb ik wel het gevoel gehad... Dit is niet echt. Dit is En toen had je Michael Jackson dus met kleren gezien. Toen had je Madonna zonder kleren gezien. Inkoppertje. Oh ja. Wat was spectaculairder? Michael was al spectaculairder. Dat wel. Oh, pas op wat je zegt. Hey, Gijs, radio, dat is lastig. Gewoon tot je allerlaatste dag. Dan ga je met dat karretje naar die studio. En dan blijf je... Want jij doet het al. Meer dan 25 jaar nu, denk ik? 25 jaar. 26 jaar. Het 26e jaar ben ik nu ingegaan. Vorig jaar 25 jaar. Nou, je moet dit nog leuk vinden, anders zou je het niet. Nee, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het gaat zo snel alleen. 25 jaar geleden, dat is dit. En we zijn nu 25 jaar verder. En ik heb er nog ongelooflijk veel plezier in. En mensen luisteren heel veel naar NPO Radio 2. Het gaat goed. Gijs 2.0 doe ik elke dag tussen 12 en 2. En het is een feest om elke dag bij mensen in de huiskamer... dan wel op het werk, dan wel in de auto te horen te zijn. Ja. En ik begrijp dat je helemaal op een roze wolk zit. Dat je weer een nieuwe liefde hebt. Ik ben verliefd, ja. Ja, leuk, hè? We hebben een aantal hele leuke... Maar nog even over dat pakje van Renaat. Ja, ja. Okay. Laten we dat dan afspreken. Dan vraag ik daar niet naar en jij daar niet naar. Jongens, ik leg even uit hoe we dat gaan spelen. Jullie krijgen allebei 25 punten om te beginnen. En die punten die moet je straks gaan inzetten... aan de hand van experimenten of tests die we gaan doen. Als je denkt, ik weet dit niet helemaal zeker... dan zet je laag in, minimaal 1 punt. Ja. En denk je van, deze... Die zie ik. Zet je 10 punten in. Dat is ook het maximale aantal dat je wil inzetten. Heb je het goed, komen de punten erbij. Heb je het fout, dan halen we die punten er weer af. Oké. Simpel? Ja. Mooi, dan gaan we beginnen. We gaan jullie mensenkennis inschatten aan de hand van de kennis van mensen. Wie schreef het dagboek van Anne Frank? Anne Frank. Wie schreef het dagboek van Anne Frank? Anne Frank.
Wie schreef het dagboek van Anne Frank? Anne Frank. Even voorstellen, wie zijn jullie? Ik ben Lois. Ik ben Victoria. En hoe kennen jullie elkaar? Via een andere vriendin. Wat hebben jullie daar geschreven? Paardrijden? Ja, paardrijden doe ik. Ik doe paarden. Professioneel? Nee, dat nog niet. Maar voor de hobby gewoon? Ja, gewoon voor de hobby. Ik doe eigenlijk echt niks in mijn leven. Ik slaap heel veel. We testen eerst even de algemene kennis van deze dames. Hoe heet het torentje van de minister-president? De Tweede Kamer? Ja, dan wel, Lois. Het torentje. Nee, maar geen Tweede Kamer. Het torentje van de president. Kantoor. Kantorentje. Ja. Nee, een kantoor. Ja, nou, dat is echt... Dus het torentje heet het kantoor? Ja. En dan nu de vraag. Heel goed, leuk, dames. Ja. Wie schreef het dagboek van Anne Frank? Op het kantorentje. Ik vind dat wel de woordspeling van de eeuw. Ja, die onthouden we, hè. Weten deze dames wie het dagboek van Anne Frank heeft geschreven? Ja of nee? Timor, Gijs, pak jullie tablet. Mm. Daar kan je het op invullen en gelijk ook het aantal punten waarvoor je gaat spelen. Wat zegt jullie mensenkennis als je deze dames ziet? En wat gaan ze dus antwoorden? Gijs, die denkt nee. Na kantorentje weet ik het zeker. Nou, ik weet niet zeker. Daarom heb ik 5 punten ingezet. Ik heb het gevoel dat ze het wel weten. Ja, dat is wel een inkoppertje, toch? Ja, dat ze nu alles fout doen, dan deze gewoon helemaal goed doen. Maar dit gaat natuurlijk om mensenkennis. Dus in eerste instantie gaat het om body language. Wat zie je aan die meiden? Zie je comfort dat ze denken, nou, deze weet ik? Of zag jij juist twijfel? Ja, ze weten het gewoon niet. Dus ik zegt nee. Ik denk dat ik zoveel mensenkennis heb... naar aanleiding van deze vragen dat ik denk dat ze het niet weten. Oké. Ja. Nou, het leuke is, we hebben het resultaat ook, jongens. Dus kijk mij. Wie schreef het dagboek van Anne Frank? Anne Frank zelf. Oh, die wist ik. Maar echt, zeg maar, het boek of het dagboek van haar? Oh, het dagboek, toch? Ja, Anne Frank zelf. Anne Frank zelf. Ik had zo'n voorgevoel. Ja, Ik had het voorgevoel. Ik denk, er gaat nog een soort verschil in zitten. Van, is het nou het boek of het dagboek? Zij wist het wel, maar die Lincoln die zou echt zo kijken van, help. Ja. Je ziet dus gelijk dat het niet makkelijk is, hè? Ik heb geen mensenkennis, dat zei ik toch. We gaan het zien. Maar ben jij wel een held? Zie jij jezelf als Superman in sommige situaties? Stel, er is een noodsituatie, plotseling. Ben jij dan degene die wegrent of ben jij degene die opstaat? Dat ligt eraan. Ik denk, nou, ik ren niet meteen weg, maar ik sta ook niet meteen op. Ik twijfel een beetje. Ik blijf een beetje in het midden. Ja, ja. En jij? Ben jij de eerste bij de nooduitgang? Niet bij de nooduitgang. Nee, ik wil wel helpen. Ik wil wel helpen. Ja? Laatst nog meegemaakt. Ik liep in Amsterdam, was iemand helemaal bezopen. Die viel tegen een terras aan, glazen op de grond. Iedereen keek, wat de fuck doe je? En dat soort dingen. En op een gegeven moment liep die man door en die was helemaal bezopen volgens mij. En die kletterde tegen drama aan en die lag gewoon helemaal doodse op de grond. En ik dacht van ja... Niemand gaat er naartoe. Ik moet wel even naartoe kijken. Jij neemt hem mee naar binnen toe. Nee, ik wil hem even rechtop zetten. Hoe is het? En dan pas komen de mensen bij. Zo zie je maar dat niemand echt ernaartoe... Nou, maar ja, vaak weet je pas hoe je in dat soort situaties bent... als je een keer in zo'n situatie hebt gezeten. Dat is een hele goeie. Nou ja, maar zo is het. Nee, maar kijk, in zo'n geval zou ik dat ook doen. Maar als iemand met een heel groot mes op me afkomt rennen... dan ben ik... Nou, dan ben ik ook weg. Dan zeg jij niet, pak mij maar. Nee. Oké, okay, helder. Blijf ik even in het midden. Nou, we denken natuurlijk heel graag van onszelf... dat we als de nood hoog is, we boven onszelf uitstijgen. Maar wat nou als er echt gevaar dreigt? Als iedereen om je heen kiest voor zichzelf. Wat doe jij dan? Dirk doet een klantvriendelijkheidsonderzoek voor een supermarkt. Het onderzoek vindt plaats op de eerste verdieping. Maar de lift is defect. Dus Neeltje moet naar boven getild worden, want de trap nemen is onmogelijk voor haar. Maar wat als ze brand uitbreekt? Kan Neeltje geen kant op? Wie helpt haar dan? Al deze mensen horen bij ons en zijn geïnstrueerd om niemand te helpen. Zelfs de brandweerman niet. Maar wat gaat ons doelwit doen die van niets weet? De vraag is, red je iemand anders bij gevaar of denk je alleen aan jezelf? Dit is Ronald, ons eerste proefkonijn. En Neeltje legt nog eens goed aan iedereen uit hoe immobiel ze is. Ik ben dus Neel, ik ben 50. Nou ja, zoals gezien en, zit ik in een rolstoel al vanaf mijn 14e. Het is alleen nu ongemakkelijk, ik kan nu echt helemaal niks. Twee weken geleden ben ik gevallen met de rolstoel van een uitstekende stoeptegel. En nu heb ik mijn arm was half uit de kom. Ik kan mezelf niet vooruit rollen. Dus dat maakt het wel wat lastig dat ik alles moet vragen. Nou, als een soort kick-off zou ik het fijn vinden als we tweetallen gaan vormen. En dan mogen jullie elkaar vertellen wat jullie grootste ergernis is in de supermarkt. Gaat u gaan.
Als ik iets in de boze plank moet hebben, dan moet ik het dus vragen. Dus ik vraag het ook heel vaak aan klanten. Want als ik dat aan medewerkers vraag, dan kijken ze echt zo van... kan je niet zelf? En het is natuurlijk misschien niet dagelijkse gang van zaken... dat mensen in de rolstoel komen. Of, maar ja, je hebt ook... Nou ja, dat zou de normaalste gang van zaken moeten zijn. Dus... Oh, is dit de bedoeling? Jongens, dit is geen oefening. Heel het gebouw zit in de fik. Iedereen zijn spullen laten liggen en als de sodemieter naar buiten. Kom op, eruit, eruit, kom op. Tegen het einde gaan lopen, lopen, lopen. Ja. Hallo. En Neeltje wordt helemaal alleen achtergelaten. Ook Marijke heeft van Neeltje te horen gekregen dat ze echt niks kan. Kijk, mij is het een beetje voor de hand liggend, denk ik. Ja, dat kan ik voorstellen, ja. Maar jij hebt natuurlijk hele andere dingen in feite. Ik bedoel, voor jou er zijn veel meer dingen lastig die voor ons niet lastig zijn. Dus. Gebeuren of dat gebeuren. Oh. Nou, dan gaat iets niet goed. Het is niet goed hoor. Nee. Lijkt niet heel erg. Nee, oh kijk, en daar ook. Oh. Jongens, dit is geen oefening. Heel het gebouw zit in de brand. Iedereen moet naar buiten. Kom op, als de zon is in de war. Iedereen, kom op, kom op, kom op. Go, go, go. Ga En met een schijnbeweging waar Ronaldo nog wat van kan leren, helpt Marijke onze Neeltje. Wat zal ons laatste proefkonijn Matthijs gaan doen? Kijk, met mijn verstand is niks mis, maar mensen gaan toch een beetje associëren met dat ik het voor de rest ook moeilijk heb. Ja, net dat ik heb een poosje met in de rolstoel gezeten, die afgescheurd met banden. En dan zit je ook een week of wat in de rolstoel en dan krijg je die ervaring. Ja, dus ik kan wel een beetje inbeelden wat het is. Nou ja, wat ik zei over zo'n stoel. Je lamp, dus kijk, gaat steeds uit. Oh, en onder de deuren komt het ook uit, zie je dat? Misschien heeft de lamp eruit. Jongens, iedereen naar buiten. Dit gebouw zit in de brand. Laat al je spullen liggen. Dit is lastig. Nee, dit is cliffhanger. Ja? Oké, jongens, jullie mogen alvast intoetsen wat je denkt dat deze meneer gaat doen. Gaat hij die hulpeloze mevrouw redden met haar rolstoel? Ja of nee? Helpt deze man die arme mevrouw? Jongens, wat hebben jullie ingetoetst? Laat maar zien. Jullie hebben er allebei geen vertrouwen in. Nee. Ik twijfel nu heel erg. Nee, wat zie jij dan? Ik zie het aan zijn lichaamstaal. Hij staat als eerst op en ik paniek. Hij kijkt en denkt, brandweerman komt binnen. Ik moet weg. Dan denk maar tegelijkertijd, hij zegt ook... ik heb zelf een tijdje in een rolstoel gezeten. En ik denk dat hij, omdat hij die ervaring heeft... dat hij het toch gaat helpen. En ik heb nee ingetoetst, maar ik wilde eigenlijk ja intoetsen. Ik denk niet dat hij gaat helpen. Maar wat gaat er dan mis tussen je oren? Dat je gewoon... ja, denkt en nee. Dat je ja denkt en nee. The story of my life. Maar je hebt in ieder geval nee ingedrukt. En die regels die zijn er dus. We gaan allebei voor nee spelen. Maar je krijgt nog een kleine veer als het wel zo is. Oké? Laat maar zien. Oh, en onder de deuren komt het ook uit. Zie je dat? Misschien even die lamp eruit draaien. Jongens, iedereen naar buiten. Dit gebouw zit in de brand. Als de sodemiet in de buiten, laat al je spullen liggen. En go, 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 kom! Oké. Hoe ga ik dat doen dan? Ja, maar waar gaan we vergeten erheen? Maar... Hoe ga ik dat doen dan? Ik weet het ook niet meer. Ik vind het wel... Godverdorie, nou net vandaag, ja. En normaal, ja, normaal zou ik wel, ja. Ja, anders kan ik niet lopen, de trap. Ik kan niet, ik heb maar één arm, kan ook niet. Normaal rol ik wel, maar dat lukt er niet. Mooie schijnbeweging, hè? Hey, jongens, allebei hartstikke fout. Nee, dat toch een beetje goed. Ja, net. Ja. Ik heb twijfeld. Misschien voor in het café later een keer goed. Ik twijfel altijd met mijn mensenkennis. Hey, jij zei net al dat het inschatten van leeftijden niet jouw ding is. Nee. Dat is precies wat we nu gaan doen. Dat dacht ik ja, al. Dat is mooi. Laten we even een klein testje doen, jongens. Even kijken, ik had een dame uitgekozen in het publiek. Daar. Hoi. Hoi. Hoe heet je? Eline. Eline. Gijs, jij als eerste even. Ja. Hoe oud is Eline? Oeh, ik denk 29. Hij gaat natuurlijk af op die tip van Timor. Ja. Hoe oud is ze? Dat betekent dat ze ouder is. Nee, ik weet het niet. Ik denk 27. Ik denk 34. Wow! Nou, ik weet het. Nou? 24. Oh. Maar bedankt. Sorry. 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 Maar je ziet er heel goed uit. Bedankt. Echt waar. Het is maar goed dat ik niet meedoe. Oké, nou, je bent zo oud als je je voelt, zeggen ze altijd. Hè? Maar ja, is op zich natuurlijk een prima levensmotto. Maar in ieders paspoort staat altijd, helaas, de keiharde waarheid. Ik zie je nog steeds kijken, het spijt me. Spijt me. Ernst. Kunnen jullie puur op uiterlijk inschatten hoe oud iemand is? Ik ben heel erg benieuwd. Draai hem om, jongens. Daar gaan we. Goedenavond. Kijk eens, hier staan vier mensen. En het is zometeen aan jullie om in te schatten... wie van deze vier ouder is dan 50. Dat kan er één zijn, er kunnen er twee zijn... maar ze kunnen het ook alle vier zijn. Dat is het leuke van dit spel. Dat is aan jullie om in te schatten. En waar ga je dan naar kijken?
Wie van deze mensen is 50 of ouder? De letters invullen en het aantal punten waarvoor je gaat spelen, Timor. Oké, laten we eens gaan kijken. Wat hebben jullie ingevuld? B, C, D. Allebei. Oh. Huh? Even kijken hoor. Meneer B is ouder dan 50. Mevrouw C is ouder dan 50. En meneer D. Waar kijk je nou naar? Want, wat zie mevrouw je? A heeft hele jonge knieën, zie ik. mevrouw C heeft ook jonge knieën. Maar dat is tof. Oké, B, C, D. Mevrouw A, zou u ons kunnen laten zien hoe oud u bent? Wow. 48, die hadden jullie dus niet. Nee. So far, so good. Meneer B, wat is uw leeftijd? Yes! Yes, die zit erbij. Oh, die ga ik zo. En dan, mevrouw C, wat is uw leeftijd? Oh, shit! Oh, allebei hartstikke fout dus. En tot slot, meneer D, u bent inderdaad boven de 50. Ziet er belachelijk goed uit. Dat geldt overigens voor jullie allemaal. Dankjewel. Dat doet pijn. Dat doet pijn, hè? Allebei hartstikke fout. Oké, we gaan het even over een pijnlijk onderwerp hebben. Vrouwen en inparkeren. Wie vindt er hier van de mannen dat vrouwen dat beter niet moeten doen? Ik heb vaak met mijn moeder in de auto gezeten. Dit is niet een pretje. Ik weet niet, inzichtgevoel. Ik weet niet, ik denk dat mannen daar iets beter in zijn. Dat is misschien heel hard. Vrouwen zijn heel veel andere dingen goed, maar ik denk autorijden toch iets voor een man is. Dat het niet echt ding is. En als je met z'n tweeën op pad bent, dan rij jij dan altijd? Ja, maar mijn vriendin die wil ook wel rijden, maar dat doet ze nooit. Dat is een beetje raar. Moet ik eens aan de vragen. Maar ik vind dat vrouwen over het algemeen beter rijden dan mannen, vind ik. Ja. Maar zoals ik net al zei, ik heb niet echt mensenkennis. Dus ik... het kan zijn dat... Eigenlijk alles wat jij zegt, daar moeten we het tegenovergestelde van nemen. Precies. Nee, ik vind over het algemeen, mannen zijn zo testosteronrijder. En vrouwen hebben dat veel minder. Ik denk dat weet ik niet zeker, maar ik denk dat vrouwen minder ongelukken maken dan mannen, denk ik. Ja, ja. Nou, daar hebben we straks nog wel wat details over. Maar ja, goed, vrouwen en inparkeren, je merkt het al. Het is een gevaarlijk onderwerp. Maar wel dus perfect om te onderzoeken. Stappen mannen vrijwillig uit een auto om een vreemde vrouw hun heilige koetje te laten parkeren? Dat hebben we onderzocht. Vrouwen kunnen niet rijden en inparkeren al helemaal niet. Tenminste, dat denken veel mannen. Een hele goede middag, meneer. Nou, vandaag hebben die mannen pech. Want op dit parkeerterrein mag je alleen maar staan als Jannie hem mag inparkeren. Welke macho's laten dat toe? En welke niet? Welkom op Zaanplein, meneer. Nou is het zo, sinds kort staan wij hier omdat er zijn veel problemen geweest met inparkeren. Heel veel schades, vooral door mannen. Dus het is zo dat mannen... Ja, nou. Nou. Lacht u erom? Ja, ik lach erom, ja. Vindt u het gek? Ja. Ja. Hoezo? Maar ik heb hier helemaal niet zoveel tijd voor als u hier helpt. Nee, maar daarom parkeer ik even snel. Dan gaat u eruit, parkeer ik snel, kunt u door. Dat ga ik niet doen. Ik denk nou opeens dat je geen auto meer kan rijden. Ik rijd gewoon nog 50 jaar auto. Ik heb nooit een ongeluk gehad. Wij zijn parkeerservice sinds een tijdje. Help dat. Nou, wij proberen ervoor te zorgen dat er minder aanrijdingen zijn. Oh, en vooral mannen hebben heel veel moeite met parkeren, inparkeren. Vrouwen niet, hè? Klopt. Dan zal ik hem maar eventjes inzetten. Oh, dat doen jullie dan? Ja. Oh. Ja, dat is toch een geweldige service. Vindt u niet? Nou, ik twijfel daaraan. Twijfelt? Ja. Hoezo? Nou, omdat ik natuurlijk niet graag de macht over het sturen aan een ander geef. Ja, maar we doen het voor uw eigen bestwil. Kijk, daar gaat hij al. Gaat hij ook al uit? Ja, omdat ik word afgeleid. Als je ouder ja, maar u moet het een keer meemaken, meneer. En dan is de ellende is niet te overzien, hè? Nee, een slechte service. Wilt u misschien even uitstappen, dan kan ik u vertellen wat de bedoeling is vandaag op dit parkeerplein. Ik zit er dame, ik moet alles door, ik ben. Wij zijn vandaag ingehuurd door alle ondernemers, want zij hebben een onderzoek gedaan en het blijkt dat heel veel mannen niet goed in kunnen parkeren. Nou, maar vrouwen hebben het een keer gedaan. Ik denk dat het hier een heel lang uit is. Met parkeren? Met parkeren, dan moet het voor elkaar gegeven. Dat weet ik nog niet, dat zie ik wel. Ze krijgen er nog niet naar mij, hoor. Dat zeker wel daar. Ja, maar meneer, ik heb een opleiding hiervoor gehad. Ja. Dus, maar heb je wel eens in zo'n auto gereden? Ja, zeker. In elke auto rij ik. Ik ben eigenlijk niet zo blij als een vrouw mijn auto parkeert. Hij zegt het wel eerlijk. Maar ja, wat doet hij? Laat hij deze dame zijn auto parkeren door de parkeerservice? Of zegt hij, nee, toch niet, het spijt me, maar dit gaan we niet doen. Jongens, aan jullie.
Ja, ik hoor iedereen hier smoesen. Is niet zo duidelijk, hè? Nee, het is een lastige. Wat hebben jullie gekozen, jongens? Timo, jij zegt nee. Nee. Voor 10 punten, all the way, bam. Ja. En waarom? Hij staat heel gesloten, armen over elkaar, heel stellig van... dit gaat mij niet gebeuren, ik ga dit zelf doen. Deze dus onzin. Ja, deze zijn lichaamshouding vertelt mij dat hij het niet gaat doen, denk ik. Wat zou jij doen? Ik zou het wel gewoon doen, ja. Ja. Ik zou het wel een beetje knorrig doen, maar uiteindelijk, ja, doe maar. Dan kan ik naar binnen. 10 punten op nee. Dat is wel mooi. Gijs die zegt 10 punten op ja. Uh-oh. Het is waarschijnlijk juist, nee dan. Nee, maar juist omdat hij dus zo zegt... nee, dat zou ik niet zo snel doen. En mijn vrouw heeft ook al een deukje gemaakt. Hij zegt het wel, maar ik denk dat hij het toch laat doen. Ja. Het zou wel lekker zijn dan, als je gelijk hebt. Dat zou fijn zijn. Dat zou lekker zijn. Dan heb je er in één keer 10 punten bij. Krijgt deze mevrouw de macht over het stuur. Heb je wel eens in zo'n auto gereden? Ja, zeker. In elke auto rij ik. Ik ben eigenlijk niet zo blij als een vrouw mijn auto parkeert. Het is een service van het Zaanse plein. Dus, Ga ik er wel naar zitten? Nou. Heb je daar problemen mee? Nee, dat is goed. Ik ga u niet instrueren. Dat is goed. Ik zeg niks. Ik ga er ook niet over praten. Nee, maar dan zal ik u even goed uitleggen hoe ik dat heb geleerd. Ja, omdat het toch een service is, ga ik de deur voor u open doen. Met hem dat vind ik hoffelijk van je doen. Kijk eens aan. Kijk, dat is toch heel rustig gewoon. Toch? Ja, nou krijg ik wel een beetje benauwd. Krijgen we benauwd? Hoezo? Nou ja. Het is gewoon gratis service, hè? Ja, nee, maar fantastisch. Nee, moeten we zien hoe fijn ik hier over die drempel rij. Ah, you got it. 10 punten erbij voor jou en 10 punten eraf voor jou, Timor. Ik leer hiervan. Wat is dat nou toch, dat dit zo'n gevoelig onderwerp is? Hè? En waarom vinden wij mannen het toch zo moeilijk om onze auto af te staan aan een vrouw? Nou, onze eigen huispsycholoog Steven Pont die weet er in ieder geval het antwoord wel. Gedurende de evolutie zijn mannen gestimuleerd om macho gedrag te vertonen. Daarom geven we vandaag de dag ook nog steeds moeilijk het stuur uit handen. En we denken ook dat we beter kunnen autorijden, maar het tegendeel blijkt waar. Vrouwen maken niet alleen minder ongelukken, ze blijken uit onderzoek ook beter te kunnen inparkeren. Ze doen er weliswaar iets langer over, maar uiteindelijk parkeren ze secuurder. Misschien toch weer een teken van wat mannelijke zelfoverschatting. Goed, dat is tenminste duidelijk dan. Dan hebben we het daar nooit meer over. Oké. Okay. Die meneer is het er niet mee eens. Nee, ik zag hem ook eigenlijk zo van, ik heb dit niet gehoord. Ja. Wat vindt u, zit zo nee te schudden? Meneer, vertel even, waarom bent u het hier absoluut niet mee eens? Ik zit dagelijks achter het stuur en ik zie genoeg op de weg. Ja, het is niet zo? Nee, echt niet. Sorry. Point taken. Dank u wel. waar waren we gebleven? We gaan het over seks hebben en mensenkennis. Gijs, gaan die dingen samen? Ja, wel, hè? Ja. wat is nu je vraag precies? Ja, let op. Nou, die twee dingen die horen wel bij elkaar. Nou, even de laatste taboes in de slaapkamer. Daar komt hij. Is het faken van een orgasme. Wij stuurden onze verslaggever de straat op met in eerste instantie wat luchtigere vragen. En dan uiteindelijk die prangende vraag. Heb je wel eens een orgasme gefaked? Heeft u wel eens een orgasme gefaked? Ja, ik wel. Tuurlijk. Nou ja, tuurlijk. Hoezo? Ja, doen die vrouwen allemaal toch met die man, hè? Heeft u wel eens een orgasme gefaked? Ja, tuurlijk. Nou, ik ben altijd blij erin, hè? Dus er komt niet zoveel faken bij kijken. Heb je wel eens een orgasme gefaked? Ja. En waarom was dat? Nou, omdat het anders te lang duurt of zo. Dat ik dan denk van ja, anders dan lig ik hier nog 3 uur. Nee, dat is een grapje. Hoe lang kennen jullie elkaar al? Wij kennen elkaar een maand of 4. Oké. Laten we deze zeggen verkeerd. We hebben ongeveer een maand of 4 interesse in elkaar. Maar we kennen elkaar een jaar. Oké. Okay. Heb je wel eens een orgasme gefaked? Nee. Kijk. Hoe zit het met dit meisje? Wat zie jij nu, Gijs? Je ziet die angst in haar ogen dat ze wil zeggen... Ja, maar mijn vriend heeft net nee gezegd. Dus ik denk dat ik maar nee zeg. Dus dat zal ze zeggen. Dus wat heb jij ingevoerd? Nee. Nee. Ja. En voor hoeveel punten? 8 punten. 8 punten. Jij ziet daarentegen iets heel anders in haar ogen. Ja, ik denk dat ze ook naar hem kijkt van... je liegt. Je hebt wel iets gefaked van... wat? Hoe durf je nee te zeggen? En dat ze nou uiteindelijk zegt ja. Ik wel. Awkward moment. Zo snel al in die relatie gewoon? Ja, ze kennen elkaar al een jaar. Ik was ook een beetje moeilijk van 4 jaar interesse... of 4 maanden interesse. Dus een beetje raar. Ik weet niet... Ja, ik denk dat ze het wel heeft gedaan. Nou, je moet er in ieder geval niet aan denken dat die vraag op staat aan je gesteld wordt. Nee, maar ze geeft in ieder geval wel eerlijk antwoord. Hartstikke knap. Laten we gaan zien wie van jullie gelijk heeft.
Heb je wel eens een orgasme gefaked? Nee. Ja. Was dat ook in deze relatie of was dat hiervoor? Ja, ook wel eens in deze. Even serieus. Leuk om op deze manier zo achter te komen. En er zou nog lang over gesproken worden. Pijnlijk, hè? Oh, die is pijnlijk. Goed gedaan, Timor. Ja, eerlijkheid duurt natuurlijk het langst, maar toch zijn we niet altijd even eerlijk. Hoe zit dat? Typisch een vraag voor onze huispsycholoog Steven Pont. Ongeveer de helft van de vrouwen geeft aan in een relatie wel eens een orgasme te faken. Nou wordt er in een relatie wel meer gefaked. Bijvoorbeeld dat er gezegd wordt dat er lekker gekookt is, terwijl het helemaal niet zo lekker is. Een belangrijke reden van al dat gefake is dat we onze partner niet willen kwetsen en zo de relatie voort willen laten bestaan. Oh ja. Gewoon een stilte. Dit ga ik even meenemen. Naar. Iedereen zit te denken aan zijn eigen situatie. Oh, ja. Jongens, even teruggaan in de tijd. Hadden jullie favoriet speelgoed? Ik denk Lego. Playmobil. Playmobil, ja. Lego had ik ook. Autootjes, ja. Gewoon autootjes. Race-autootjes, of die racebaan met elektrische autootjes. Dat en wisten jullie altijd in die tijd al precies wat je wilde? Ja, ik was wel sterk. Mama, ik wil dit voor mijn verjaardag hebben. Dat is ook wel heel stellig. Ja, ja? Ja? Ja, alles van Playmobil wilde ik wel hebben. Maar dan ook echt alles. Ja, nou, bij de volgende test hebben wij drie hele leuke jongetjes gevonden. En hebben we de kans gegeven om een heel mooi cadeau uit te kiezen. Ze moeten er alleen unaniem uitkomen welk cadeau dat wordt. Oh, mag ik iets vragen? Ja, natuurlijk. Wat is je naam? Nick. Nick? Ja. Wat is je naam? Tijn. Dilano. Waar kom je vandaan? Schiedam. In Huizen. Nederland. Hoeveel hou je van speelgoed? Heel veel. Wat is je favoriete speelgoed? Een spelletje. Een computerspelletje? Ja. Ik heb een spelletje waarmee je misschien wel zo'n spelletje kan winnen. Ja, vind ik wel leuk. De opdracht is simpel. De heren krijgen per persoon 100 euro... en mogen in deze winkel ieder voor zichzelf een cadeau uitzoeken. Ja, zoek maar lekker uit. Er zit alleen één addertje onder het gras. Ze moeten het met z'n drieën unaniem eens worden over hetzelfde cadeau. En dat allemaal in 5 minuten. Alleen dat cadeau krijgen ze mee naar huis. Jullie krijgen alle drie allemaal die auto. Of alle drie allemaal die Pokémon-kaarten. Of alle drie allemaal die auto. Als jullie er binnen 5 minuten uitkomen, welke van de drie dat is? Als jullie er binnen 5 minuten niet uitkomen, krijgen jullie allemaal niks. 3, 2, 1, start! Ik wil Pokémon-kaarten. Ja, iedereen wil wel zijn eigen ding natuurlijk. Ik hou mijn Pokémon-kaarten. Ja, dat wil je graag. Ja, ik wil ook liever dit. Ik heb liever dit of dit. Dan dat. Ja, dan dit. Gaan we een beslissing maken of niet nu? Ja. Snel. Ik wil deze houden. Ja. 3,5 minuut nog. Nee, we moeten er snel uitkomen, want anders hebben we helemaal niks. Steen, papier, schaar of zo. Ja, steen, papier, schaar. Nee, kan niks, niemand. Ja, nee, weer niks. Gewoon een beslissing maken misschien. Ja, moeten we er toch uit zien te komen, hè? Ik wil of deze of deze. En jij wil? Deze. Wat wil jij het liefst? Deze. Je moet twee dingen kiezen. Die of die. Ja, okay, maar dan is degene die afvalt... Het is toch die. En het is het kleinst. Dat is het. Dus het is ook het kleinst. 1 minuut 10, jongens. Wat is het? 1 minuut 10! Welke wil je? Of een keuze. Anders krijg je niks, hè? Of niks. Of niks. Of één van deze. Of één van deze twee. Want dit is gewoon, dit willen wij allebei niet. Sta je dan in één keer twee van die stoere jongens die een raceauto willen. En dan al. En die ene die wil gewoon zijn Pokémon-kaartjes van 25 euro. Ah. Aan jullie nu om te beslissen. Komen ze hieruit? Kunnen ze unaniem voor hetzelfde speelgoed gaan? Of niet? Ja, het is al lastig, hè, dit. Ja, ik zag je toch een beetje twijfelen. Ja, ik zat een beetje te twijfelen, ja. Waar denk je nu aan? Denk je nu juist aan die andere twee jongens... of aan dat ene jongetje met zijn Pokémon-kaart? Ja, ik denk aan dat jongetje met die Pokémon-kaarten. En ik zou het fijn vinden als ze er niet uitkomen. Ja, dat zou tof zijn. Ja, dat ik heb is goed voor later. Maar ik ben bang dat ze er wel uitkomt en dat hij toch zwicht voor die twee grote jongens. Maar ik heb nee ingevuld. Jij hoopt dat hij standvastig is. Ja, dat hoop ik, ja. Maar dan heeft hij niks. Nee, dat is dan even niet anders. Maar dan heeft niemand wat. En wat zie jij? Ja, hetzelfde eigenlijk. Ik hoop dat hij zich niet laat intimideren door die twee oudere jongens. Dat hij gewoon stellig blijft. Ik wil Pokémon kaarten en that's it. Die andere twee jongens, ja. En zo niet zoeken waar de jongens binnenkort even op. 5 punten voor jou, Timor. En als je het goed hebt, 8 punten erbij voor jou. Laten we gaan kijken, Gijs. Of niks. Of niks. Of één van deze. Of één van deze twee. Want dit is gewoon, dit willen wij allebei niet.
tijd is om, jongens. Ik wil het graag nu horen. Gaan jullie voor de Pokémon-kaarten of alle drie die wagen? Deze. Nee. Dat is geen keuze. Dan zijn we er niet uitgekomen, jongens. Jammer, jongens. Ja. Myla's. We zijn er niet uitgekomen. Heel goed. Heel goed. Ja, toch? Ja, dat ze er niet nou, jullie snappen natuurlijk allemaal wel. Jullie hadden dit goed gezien dat we de jongens uiteindelijk toch hun cadeautje hebben gegeven. Hè? Kijk, want dat zou anders lullig zijn geweest. Goed, laten we eens even kijken naar de tussenstand op dit moment. Dat is nog niet eerder voorgekomen. Dat is wel heel erg leuk. Beide mannen staan, voordat we het laatste experiment gaan doen, op 14 punten. Wow. Wij gaan hier in de studio door met het allerlaatste experiment. En dat heeft alles te maken met een elektrische schok. Heb je dat wel eens gehad? Eén keertje, ja. Was op een boerderij. Toen had ik niet door dat de stroom op mijn hek stond. Schrikdraad, hè? Ja. Net toen je er zo in het midden opstapte, zo? Ja, dat gelukkig niet. Wel bij een vriend gebeurd. Die heeft er tegenaan geplast. Oh, ja, dat schijnt. Ja, komt dat dan via die straal dan? Oh, leuk. Ja, dat is niet prettig. Nee. Dat is echt niet prettig. Dat is echt niet prettig. Ik had het laatst met de broodroos. Ja, heel dom. Ken je dat zo'n broodje blijft zitten? En dat je... Ik weet niet wat het was, maar ik denk, ik pak het er even met mijn hand uit. Zo dom. Ja. Ik stond er zo... Hard, hoor. Niks? Ik ziet er wel heel goed uit. Dus ik weet niet, misschien niet vaak. Ja, ik schrik je de kleer. Ja. Oké, maar je hebt nu nog praatjes. Ja, We hebben jullie geen... doe hem maar even goed strak, Gijs. Goed strak doen. We hebben jullie geen enkelband, maar een soort armband omgedaan. Ja. Nice. En dat heeft alles te maken met het volgende experiment. Ik zal jullie even laten weten wat ik daarmee precies bedoel. Ai! Kijk goed op! Jezus! Bij mij zit hij echt strak, hè? Bij jou zit hij gewoon los vast. Irritant, jochie. Ah, jawel, en... dit is toch wel te voelen, hè? Wat? Voelde je het niet? Ja, man. Oh, sorry, hij stond op 20. Oh, wacht even. Au, ik... Goed. Het slaat helemaal rood uit. Even maar even hier. Jezus. Oké, dit was even een testje om te bewijzen dat ik dus echt met stroom speel. Ik vraag aan jullie om je om te draaien. Een hele goede avond. Er staan hier drie heren met alle drie zo'n band om de arm die jullie net ook hadden. En ik tover mijn drie afstandsbedieningen weer even uit mijn zak. Het is zometeen om aan jullie te raden wie de echte stroomstoot krijgt. Ik heb hier namelijk drie afstandsbedieningen en aan één van deze heren, ja, geef ik een echte stroomstoot. En die andere twee die krijgen van mij op het moment dat ik op de knop druk een soort trilling. Maar die doen alsof ze een stroomstoot krijgen. En dat doen ze heel erg goed. Nou is het aan jullie mensenkennis om te bepalen wie er van mij de echte stroomstoot krijgt. Duidelijk? Ja. Oké. Dan ga ik eens even mijn afstandsbedieningjes pakken. Eens even kijken. Bent u er klaar voor? Ja. Daar gaan we. Homor. Homor? Homor? Wat is een homor? Dank u wel, meneer. Excuses. Meneer B., bent u er klaar voor? Ja. Ah, Jezus. Ik vind dit niet leuk om te doen, hoor. Oké, en tot slot, meneer C., daar komt u. Bent u er klaar voor? Nee. Spijt me. Oké. Om het jullie een klein beetje makkelijker te maken, kijk maar naar de monitor. Hebben wij drie slow-mo's van deze heren op het moment dat ze van mij de schok kregen. Auw. Ai. Oké, wie kreeg er net die flinke lading stroom door zijn lichaam? Was dat meneer A, meneer B of meneer C? Wie van deze drie kreeg nou die elektrische schok? Jongens, laat het maar zien. Wat hebben jullie ingetoetst? Allebei 10 punten, dat vind ik dapper in die finale. Gijs, jij zegt meneer B. Wat was het wat je zag? Hij keek zo boos. Ja, dus ik denk, en dat keek ik net ook. Ja, dus jij dat heel irritant dat je dat deed. Dus en Timor, jij zegt meneer C. Ja, omdat hij de enige was die vanuit zijn arm omhoog ging. Dus daar gebeurt het. Dus ik denk lichaamstaal, dat daar misschien even iets anders was dan bij A en B. Want die deden gewoon een hele lichaam en hij ging zo. Wie denken jullie hier? Wie denken jullie? C en B. C en B. Oh, nou, dat denk ik hetzelfde als jullie. Jongens, ik ga jullie uit de droom helpen. Wie kreeg hier van mij de eerste en echte schok? En dat was deze meneer. Auw. Meneer A. Het spijt me. Het spijt me.
kan het? Excuses, excuses. Oh, ja, jongens, weet je wat dat betekent? Dat betekent dat jullie allebei geëindigd zijn met 4 punten. Het eerste gelijkspel. Kijk eens. Gefeliciteerd. Gijs, ik geef je mijn team, hoor. Ik krijg er nog en ik stuur er jou nog eentje op. Oké? Okay? Leuk dat jullie er waren, jongens. Leuk. Hartstikke leuk dat u er ook was. En u natuurlijk bedankt voor het kijken. Dan spreken we af dat we elkaar gewoon volgende week weer zien op de dinsdagavond. Graag tot dan.